Hallo, welkom bij een nieuwe video over ZZP-tarieven onder druk. Ik ga nu even switchen naar een vol scherm, zodat jullie mij goed kunnen zien en dat jullie de presentatie goed kunnen zien. Zo, nogmaals welkom. Mijn naam is Vanessa Engelhard en het onderwerp van vandaag is ZZP-tarieven onder druk. Waarom dit onderwerp? Om mij heen. Vanuit mijn eigen branche en vanuit verschillende andere branches, maar ook van recruitmentbureaus hoor ik dat ZZP-tarieven momenteel behoorlijk onder druk staan. Ik ben zelf ZZP'er, dus dit onderwerp gaat mij aan het hart. Nederland telt zo'n 1,2 miljoen ZZP'ers, die alle in verschillende sectoren werkzaam zijn en dus ook verschillende tarieven hanteren. ZZP'ers zijn eveneens een kwetsbare groep. Aangezien alle risico's van werkloosheid, pensioenopbouw en het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor eigen rekening komen. Het is daarom belangrijk dat ZZP'ers elkaar steunen en samen sterk staan. Eventueel middels petities of de hulp van de media, maar samen sterk, ook als het gaat om het beschermen van onze uurtarieven. Veel ZZP'ers hebben vragen over het berekenen van uurtarieven. Zeker nu in een lastige coronatijd. Moet ik omlaag? Zo ja, hoeveel moet ik omlaag? Wat is dan nog een redelijk uurtarief? Ik heb hier een voorbeeld gegeven van hoe je jouw uurtarief zou kunnen berekenen. Stel jouw onkosten zijn jaarlijks 25.000 euro. En dan denken we aan pandhuur, reiskosten, verzekeringen, etc. Die wil je zo en zo kunnen dekken. Stel je wilt minimaal 2.000 euro netto per maand aan inkomsten genereren. Dat is jaarlijks 24.000 euro. Tel daar de inkomstenbelasting bij op. Die is ongeveer 35%. Let wel op, als je bijvoorbeeld op 4.000 euro netto per maand zit, dan is je inkomstenbelasting waarschijnlijk 50%. Maar we gaan nu even van de gemiddelde 35% uit. Dan komt je gewenste jaarlijkse bruto winst op 32.400 euro uit. Bij een fulltime werkweek en nog rekening houden met ziekte, vakantie en feestdagen, kom je op ongeveer 220 werkdagen uit, ofwel 1760 uur, uiteraard bij een 8-uurige werkdag. Stel dat je minimaal de helft van je uren denkt te kunnen declareren, dan hebben we het over 880 uur per jaar. Nou, gegeven de 25.000 die je nodig hebt voor je vaste last en je kosten, plus de 32.400 om te zorgen dat je die 2.000 euro netto winst aan jezelf kan toebedelen, dan kom je op 57.400 euro. Deel dat door die 880 declarabele uren. En je weet dat je 65 euro per uur moet vragen om deze kosten te dekken en jezelf uit te kunnen betalen. Ik hoop dat dit een nuttig voorbeeld was en dat dit ook helpt voor het berekenen van je eigen tarieven. Uiteraard heb ik ook op de websites gekeken van de overheid en zo ook van de loonwijzer. Wat zijn nou gangbare tarieven? De tabel in de lijst is uiteraard wel veel langer, vandaar dat ik de link hier beneden heb geplaatst. Maar dit geeft een snapshot van een aantal beroepen, zoals een kapper, maar bijvoorbeeld ook een projectleider IT. Deze verdient volgens de loonwijze minimaal 50 euro, waarschijnlijk bij een junior functie of als je net gestart bent. En maximaal 110 euro als je senior bent en waarschijnlijk 10 tot 20 jaar al in het vak zit. Ik ken uiteraard ook voorbeelden van 120 en 140 euro per uur, maar laten we even uitgaan van deze tarieven. In de tweede kolom, of eigenlijk in de derde of de vierde kolom, daar zie je voor diezelfde IT-projectleider 19 en 27 euro per uur staan. Dat is als je in vaste loondienst bent. Let wel, in vaste dienst heb je meestal recht op een 13e maand, vakantiegeld, arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioenopbouw, etc. Dus dat zijn wel allemaal aspecten om rekening mee te houden. Either way, dit is een representatie van wat uurtarieven ongeveer zijn. Wat is nou dan het probleem? Nou, zoals ik al aangaf, ik krijg veel om me heen de meldingen dat uurtarieven behoorlijk onder druk staan. In sommige gevallen zelfs bijna gehalveerd, waar normaal gesproken 110 of 120 euro gevraagd wordt, probeert men nu voor diezelfde senior medewerkers 60 of 70 euro neer te leggen. Dat zie ik in verschillende sectoren gebeuren, in kunst en cultuur, maar dus ook in de ICT-sector. Dan vraag ik mezelf af,
maken bedrijven nou misbruik van COVID-19 of niet? En wat voor korte termijn effect heeft dit? Nou, veel ZZP'ers die voelen dus de nood. En die nemen daarom genoegen met veel lagere tarieven of zelfs een halvering. En voor de korte termijn brengt dit misschien eten op tafel en een deel van de vaste lasten kunnen bekostigd worden. Maar aan de andere kant dwingt het jouw collega's ZZP'er misschien ook om die tariefverlaging dan aan te nemen. En dan is er nog een langetermijn effect. De tarieven blijven mogelijk langere tijd extreem laag. Stel dat je normaal gesproken 110 euro per uur verdient. En nu doe je het voor 60 of 70 euro. Het is ontzettend lastig om over een half jaar dan te zeggen van, nou, ik wil eigenlijk weer terug naar dat bedrag. Dus wie zegt dat wij niet nog 2-3 jaar lang met de lage tarieven dan door moeten? Daarnaast is er mogelijk misschien geen ruimte meer voor ZZP'ers om in zichzelf te investeren, middels opleiding en cursus. Of er is misschien geen ruimte meer voor pensioenopbouw of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En in het allerslechtste geval zijn de tarieven toch zo laag dat de vaste lasten niet meer gedekt kunnen worden en dat er alsnog een faillissement aankomt. Nou, dit zijn situaties die we natuurlijk willen voorkomen. Hoe kunnen we dat nou oplossen of hoe verder? Nou, ik denk dat er in ieder geval 3 mogelijkheden zijn. De eerste is de overheid. En de overheid die doet dat ook al trouwens op andere sectoren. Dus toen COVID-19 net aan de orde was en de lockdown net begon, heeft de overheid bijvoorbeeld gezegd in de huursector van, nou, mensen met een huurachterstand mogen in deze periode niet op straat gezet worden. Of incassobureaus mogen niet dreigen met beslaglegging en dergelijke in deze periode. Eenzelfde aanpak zou de overheid dus ook kunnen doen voor de ZZP-sector. Die kan bijvoorbeeld zeggen, hey, beste bedrijven, jullie mogen niet meer dan 25% tariefverlaging op het maximum tarief toepassen voor ZZP'ers. Dat zou kunnen. Nou is 25% een indicatie, want het zou ook 10% of 30% kunnen zijn. Maar het gaat even om het idee hier. Daarnaast kan de overheid ook bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheden omtrent morele en ethische werkgeverschap. Veel bedrijven pronken en pretenderen dat human resources hun most valuable assets zijn. Nou, als jouw medewerkers voor jou het meest waardevol zijn, dan mag je er ook van uitgaan dat je daar ethisch en verantwoord mee omgaat. Lijkt mij. Dat is dan de overheid. Dan hebben we de ZZP'er zelf nog. Wij kunnen zelf ook genoeg doen. Een tariefverlaging accepteren in deze tijden is iets wat heel begrijpelijk is. Iedereen moet waarschijnlijk een stapje terug doen en iedereen heeft last van de coronacrisis. Dus ook wij kunnen een stapje terug doen en meedenken. Maar geef vooral aan dat het verlaagde uurtarief van tijdelijke aard is. Bijvoorbeeld 3 of 6 maanden. En leg dat uiteraard ook contractueel in je opdracht vast. Want op die manier kun je bijvoorbeeld over 3 maanden opnieuw aan de onderhandeltafel en dan kun je kijken van, nou, hoe staat het met de markt? Hoe staat het met de situatie van corona? En nou, is er mogelijkheid om het normale tarief weer aan te nemen? Of moet het misschien met nog 3 maanden verlengd worden? Dat is wat wij als ZZP'er zelf kunnen doen. En dan is er nog het aspect de media. De media heeft ook behoorlijke invloed. De media kan helpen om dit probleem bij de politiek, maar ook bij de ZZP'er zelf onder de aandacht te brengen. Daarnaast kan de media ook de bedrijven natuurlijk en de werkgevers aanspreken en het morele en het ethische werkgeverschap onder de aandacht brengen. Nou, in situaties waarin we zien waar dat een behoorlijk impact heeft, is bijvoorbeeld recentelijk met KLM en met Booking.com. Als de media daar niet op die manier ingesprongen was of niet zoveel aandacht aan had gespendeerd, dan waren de uitkomsten misschien wel anders geweest. Dit zijn in ieder geval 3 mogelijkheden die ik zie die ons kunnen helpen als ZZP'er om onze tarieven enigszins te beschermen. Dan kom ik al bij mijn ene laatste slide. En dat is de bol. Dus op dit YouTube-kanaal en in ieder geval op de Facebook Release Yourself-pagina zal ik een poll plaatsen met deze 3 vragen.
waarvan de belangrijkste vraag natuurlijk: ervaart u dat de tarieven van ZZP'ers momenteel onder druk staan? Nou, op het moment dat er genoeg respondenten zijn en genoeg responses zijn met die vraag van ja, dat ervaar ik, dan is het zeker de moeite waard om eens te kijken van nou, wat kunnen wij dan eventueel verder doen om dit te onderzoeken? Dat is in ieder geval één oplossing of één mogelijkheid om dit verder te onderzoeken. Daarnaast kunnen we ook kijken wat kunnen we gezamenlijk dan doen om gezamenlijk op te treden en te kijken welke oplossingen zijn er nog meer. Dit is in ieder geval een van de belangrijkste opties die ik zie. Uiteindelijk, it is up to you. Ik ben daarbij aan het einde van deze video gekomen. Als je andere onderwerpen hebt die je wilt bespreken, drop comments zou ik zeggen. Stuur me een berichtje. Ga naar de site. Abonneer je op dit YouTube kanaal. Word lid van Facebook groep Release Yourself. En ja, het belangrijkste is dat ik graag maatschappelijke onderwerpen wil behandelen die jullie en mijzelf ook aangaan. Ik hoop dat je hebt genoten van dit filmpje. Ik hoop dat het informatief genoeg is geweest. En ik hoop je dan ook de volgende keer weer te zien bij het volgende onderwerp. Dankjewel voor je aandacht.